Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Milan Knol. En het is een dag dat we beginnen met de lange broek en met de lange mouw. Nee, want korte mouw. Ja, jij de korte ik mouw. Ik ben geen watje, bro. Ik heb wel een t-shirtje en een korte broek klaar liggen die ik straks ga meenemen. En een zwembroek? Nee, zwembroek. Misschien gaan we ineens zwemmen. Ja, je weet me nooit. Ik neem een zwembroek mee, maar ik zeg niet wat we gaan doen. Ik heb in ieder geval een korte broek en een t-shirt klaar liggen, want we gaan straks naar een gamehal. En ik heb een hele leuke opdracht voor iedereen die daar is. En in zo'n gamehal is het altijd een beetje zweterig en zo en veel dingen doen met je lichaam, bewegen. Nooit. Nee, heb je dat niet? Nee. Ja, maar jij bent misschien niet zo hyper als ik. Ja, nee, je hebt gelijk, man. Anders ben ik helemaal bezweet en zo. Ja. Maar goed, ik heb gisteren gasmaaid, bro. Wat vind je ervan? Ik hoorde het. Ik hoor het natuurlijk al. Hoorde je mijn gasmaaien gisteren? Ik hoor altijd wanneer dat ding aangaat. Ja? Rom, dom, 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 dom. Echt waar. Ja, stop. Hey, het ziet er weer goed uit ook. Weer lekker veel lawaai, overlast. Fijn. Ah, jongen, oude surpiet. Hoe oud was je ook alweer? Ja, ik zit gewoon rustig door de krantje in de tuin. Ja, lekker. Ja, als ik ooit jouw gas moet maaien, moet je het laten weten. Ja, wow. Nee, serieus. Ik heb toch kunstgras, jongen. Ja, maar dat kan toch een millimeter korter? Why? Zou wel kunnen, toch? Ja, dat zou kunnen. Jij hebt wel heel lang kunstgras. Je hebt het wel mooi gedaan. Dankjewel. Ik heb voetbalkunstgras. Ja, klopt. Dat is extra lang, dat is chiller. Okay. Zonder zwarte balletjes. Ja, waarom moest die zwarte balletjes erin? Ja, weet ik ook niet eigenlijk. Oh, jij wist het antwoord al gewoon. Nee, ik gok dit. Oh, zo mooi. Je hebt het mooi gedaan. Je hebt het echt heel mooi gedaan. Ja, ik ben goeie lijn ook. Ja, ik ben er trots op. Ja. Ja, moet je eigenlijk een keertje zo'n soort van KP-logo proberen te maken in je gras? Nou, als er iemand is die dat kan, dan ben deze bij je uitgenodigd. Je kan het wel op grasmaaier simulator. Daar hebben we dat. Oh ja, Milan is echt van de simulatorspellen. Dat is zo mooi. Powerwash simulator. Ja, daar kan het wel op. Farming simulator. Wat speel je allemaal niet? Alles simulator. Alles simulator. Auto mechanic. Ja. Gardening simulator heb ik ook wel zien spelen. Ja. Dat jij wordt airport. Alles, man. Airport simulator. Ongelooflijk. Zo saai. Het is wel een kunst hoor. Milan maakt die saaie spellen leuk. Dat is wel grappig. Dankjewel, dat is heel lief. Maar okay. Ik zie wel dat je de randje hebt gemist. Wat is dit? Ja, nou ja, trek hem er even uit dan. Nee, ja, dat moet je niet doen. Dat gaat kapot. Oh, oké. Maaien. Ik heb geleerd op die simulator. Oké. Okay. Ja, daar kom ik niet bij. Dan moet je zo'n ding hebben. Zo'n snoeier. Ja, die heb ik dus niet. Ja, die? Oké, okay. Nou, dan krijg je dat als van mij als cadeau. Echt? Ja. Maar jij bent jarig. Klopt. Bro, morgen. Ja, maar ik heb al een mooi t-shirt voor jou gekregen. Ja, dat is zeker waar. Dat was het beginnende cadeau. Ja, morgen ben je jarig, bro. Woensdag, ja. Damn, man. Word je 33? Nee, 26. Huh? Ik word 32, man. Ik zeg altijd dat ik gewoon 26 word. Want dan blijf je jong van binnen, hè? Oké, okay, als je die mindset hebt, tuurlijk. Ja. Ik heb die mindset. Welke twee jaar dit? Ja, zeg maar. Noem maar één iemand. Nee, maar wat wil je hebben? Ik heb al een t-shirt gekregen voor jou. Ja, maar wat wil je hebben? Wat wil je hebben nog voor je verjaardag? Zo'n gasmaaier, die zo. Even serieus, bro. Dat meen ik. Is dat niet de stomste vraag die er bestaat in deze universum? Gewoon, wat wil je hebben voor je verjaardag? Ja. Je krijgt bijna nooit een antwoord dat iemand gewoon daadwerkelijk zegt wat hij wil hebben. Nee hoor. Ik heb Elisabeth vroeg aan mij, wat wil je hebben? Ik zei, er zijn een paar dingen. Ik wil een nieuwe thuiset. Nou, die heb ik gekregen. Klopt, die staat er al. Voor je verjaardag zo. Ja, luxe. Ja. En tweede was iets van Manchester City. Een bal of een tenue of een t-shirtje of een broekje. Nee, wil je meet and greet met Haaland? I got you, bro. I got you. Haaland, come out the bush. Oh my god! Niet wetende dat Haaland nu voor de deur staat. Ik ga de poort open doen. Oh, nee, dat zou sick zijn. Maar nee, iets van Manchester City, bro. Een nieuwe bal. Oké, okay. Dat is goed. Nieuwe bal van Manchester City. I got you, bro. Thanks, man. Ja, ik heb het ook aan Elisabeth gevraagd, dus ik kan zeggen dat ik deze bal heb. Maar ja, okay. Dan jong leren of zo. Bro, ik zie je zo, man. Is cool. Wow. Zo. We kunnen hem harder, toch? Nee, zie je, dat werkt niet. Soms is zacht hard. Ja, die was goed. Die was harder. Oké, okay, cool. Rustig aan, bro. Ik ga even eens naar de studio. Ik ga even de laatste dingetjes... Wow, yo. Kijk, oh, hij vliegt net weg. Maar hoe mooi is dit weer, hè? De tuin. Ongelooflijk. En hier moeten we toch eigenlijk wel wat mee doen, dames en heren. Ik denk dat we echt zo ongelooflijk veel olijven hier vandaan kunnen halen. Van deze boom. Er is zo'n bepaalde manier, heb ik op internet gezien. En dan klemmen ze zo'n stam vast. En dan schudden ze heen en weer. En door die trilling gaan al die olijven eruit. Het is echt een bizarre methode eigenlijk. Het is super slim over nagedacht. Maar moet je kijken hoeveel het zijn. Hoe tof zou dat zijn als we onze eigen olijven uiteindelijk kunnen eten of olijfolie van kunnen maken of zo. Dus als er iemand is die dat kan, die ons daarbij kan helpen, dan stuur even een mailtje naar dit adres. Het zou echt super sick zijn als we daadwerkelijk onze eigen olijven gewoon kunnen gebruiken. Ook al moeten ze wel volgens mij een jaar lang rijp worden of zo. Maar goed, dat horen we dan allemaal
mooi alweer. En als er inderdaad iemand kan grasmaaien en het KP-logo kan maken, dat stuur ook even een mailtje. Ik ben benieuwd. Het zou wel echt heel erg leuk zijn. Daar is die hoor. De man met 30.000 likes. Yo, zit er op 40.000 nou. Hoi joh. Hoi joh, deze community is insane. Dit is echt bizar. Er zijn zoveel mensen die jou een auto gunnen. Wat? Er zijn zelfs mensen die zeggen, hé Enzo, doe niet zo flauw man. Koop voor die man gewoon een Range Rover. Ja, ik zag al staan RS6, ja, Lamborghini Aventador. Mensen denken dat jij echt David Dobrik bent of zo. Ja, dat wordt hem niet. Maar we gaan wel op onderzoek uit. Fucking legend. Ja. Besef, hè, in 5 uur tijd. Bizar. Dat is echt insane. Ik heb sowieso al 1 auto waar ik jou mee kennis wil laten maken. Ja, dus, want dat is eigenlijk, we hebben helemaal niet afgesproken of gecheckt van hoe gaan we dit aanpakken. Ja. Maar ik denk dat het leuk is dat ik reacties ga lezen van mensen die bepaalde auto's achterlaten. En dat ik dan ga kijken waar in de buurt hier zo'n auto te koop staat. En dat ik dan een testrit aanvraag. Dat is geen... En dat jij dan een cijfer kan geven. Wow. En ik denk het leukste is om 10 auto's een testrit te gaan nemen. Ja. En dan uiteindelijk dat jij mag kiezen welke van die 10 dat wordt. Is geniaal. Ja, dat gaan we doen. Dus echt, dit wordt zo'n leuke avontuur, bro. Oh, let's go. Ik heb zoveel zin in. Maar wat we nu gaan doen wordt ook heel erg leuk. Ja, dit wordt ook wel leuk. Dus ik ga mijn schoenen aandoen en dan let's go. Dit zie ik graag. Een korte broek en een t-shirt. Ja joh, je moet het ook wel een beetje uitblokken. Let's go. Weet je, ik ga me ook omkleden. Dit kan niet. Wij zitten allebei. Ja, dit kan niet. Dat kan niet, dat kan niet. Ik zal jullie wel vertellen, ik heb al wel een korte broek en een t-shirt klaargelegd. Dus ik ga jullie even laten zien. Kijk eens eventjes. We gaan weer even een herinnering ophalen, dames en heren. Dit shirtje heb ik gekocht voor €15, geloof ik, in Curaçao. En het is nog steeds een van mijn lievelingsshirtjes. Kijk hoe vet die is. En we doen er gewoon even een kort broekje bij aan. Dus we gaan ons even omkleden. Oké, dames en heren, ik heb een ander outfitje aangedaan. Ik kwam er wel achter dat dit een lange mouw was. Maar goed, we zijn in Utrecht. We gaan even naar GameState, gaan we even lekker potje gamen. En ik heb iets heel erg leuks bedacht. Nu ben ik wel af en toe al een beetje omheen aan het kijken. Komt er al iemand onder de 16 met een vape naar mij toe? Ik heb 3 tientjes bij me. Dus misschien zijn we die later vandaag kwijt aan 3 mensen onder de 16 die willen stoppen met vapen. Wel heel erg leuk. En een shout-out naar NOS Stories en NOS Jeugdjournaal. Dat ze het stukje uit mijn vlog hebben gebruikt om juist promotie te maken om te stoppen met vapen. Oh, iemand heeft daar een vape. Daar! Ze hebben al gewonnen hoor. Allebei, een alpaca. Yeah! Oké, we gaan naar binnen. We gaan met Thijs en Rutger gaan we gamen. Zij hebben nog geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Maar het wordt heel erg leuk. Het wordt echt heel erg leuk. Blijf kijken, doe een duimpje omhoog en we gaan genieten. Hey boys! Hey. Wauw, ze hebben al een knuffeltje hè, bro. We hebben hem al binnen jongens. Hey, wat zie ik nou bro? Even een lekker kapseltje achter weer. Hij heeft al tickets hoor. Fucking nice hier. Fucking nice hier. Oké, dames en heren. Ik ga het volgende uitleggen. We zijn hier dus met Thijs, Rutger, Bas en Wouter. Ik geef elk van jullie €50 voor op een pas. En dan uiteindelijk degene die de meeste punten met die €50 kan halen op die pas, krijgt een prijs. Let's go. Oké. Prijs. €50 voor Thijs. Oké. €50 voor Rutger. Dankjewel. €50 voor Bas. We zijn er klaar. En €50 voor Wouter. Dankjewel. En ik doe zelf ook mee. Okay. Hoi. Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel punten jullie kunnen halen met €50 op één pas. Een challenge jongens. Challenge. Ja. En deze horen er niet bij. Nee. Kijk, wij gaan even een nieuwe pas halen dat er alleen €50 op staat. Juist. En dat is precies ja. We spelen niet vals. Nee, zeker. Top. Daar gaat hij, dames en heren. €50. Blijkbaar moet ik de €50 hier zelf inleveren. Ja, hij slikt hem in. Oké, hij is goed gekeurd. Let's go. Ik wil aan nadenken welke spel ik ga spelen, hè. Maar ik ga voor die bonussen. Die gaan gek. €50. Ja, dat is wel belangrijk om te vertellen. En dat is ook trouwens belangrijk om te vertellen aan de rest. De eerste 5 spellen, omdat we voor €50 kopen, zijn gratis. Dus de eerste 5 spellen. En ik weet wat de tactiek is van Thijs. Die doet altijd de eerste 5 keer grijpen. Want grijpen kost de meeste credits. Maar er zijn hier punten. Er zijn geen punten. Precies. Dus nu moet je anders aanpakken. Weet jullie al wat het eerste spelletje wordt? Ik ga denk ik eerst naar zombies toe. Zombies? Nee. Er is dus nog 1 letter bij zombies tot Jack. Oeh. Misschien moeten mensen... Dan ga ik ook naar de zombies. Ja, met z'n allen naar de zombies, let's go! Ja,
Dames en heren, als jullie me heel eventjes geven, ga ik even een paar jackpots halen hier. Dit is echt mijn spelletje. Go! Kom op. Over de 100. No way. Je moet 186 halen, kom op. Totaal. Maar dit is wat je moet halen om dit te krijgen. Bro, nee. Ik krijg nu 1100. Oh. Ja, dames en heren. En weet je wat het nu is? Ik heb 107. Oh, error. Oh shit, ik heb nu al een error. Maar weet je wat het is, dames en heren? Nu moet ik 165 punten halen om 500 te krijgen. En ik heb net 177 gehaald met gemak. Mijn hoogste wat ik ooit op dit apparaat heb gehaald is 222. Dus zolang dit nog niet op 222 of hoger staat, kan ik elke keer vanaf nu 500 tickets halen. Want kijk, je ziet je tickets daar. Oei, 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 kijk dan. Oh, dit is zo'n voorsprong voor mij. Niet normaal. En het was ook nog een gratis spelletje, want de eerste 5 zijn gratis. Oké, ik ga even iemand erbij halen, want die gaat het even voor me fixen, die ticket error. Maar dames en heren, 1170 tickets met een gratis spel. Boe! We zijn bij het zombie spelletje, de zombie snatcher. En wat is er gebeurd? Oké, ik heb dus los zo'n losse 2-5, 1, 2, toen eentje met zombie, 3. En ik deed de jackpot boven, dus ik denk dat ik rond de 1100 zit. Heb je 1100? Dat denk ik. Ja, jij 1000, hè? Zo, daar zijn we uit. Ik heb 1170. Hey, lekker bro, kijk hem. Dit is niet verkeerd. Mooi joh. Ja, Thijs is al lekker bezig. Dus deze moet nog optellen tot de 1000. Ja. En dan gaan we denk ik naar een ander spelletje. Totdat deze een beetje bijgespeeld. Dan ga ik snel die laatste pakken en dan... Lekker bro. Wat is dit? Succes, ik zie je zo. Nou, daar gaat Rutger. Hij heeft even geswiped. Hij heeft nog 102 credits op zijn pas. Hij zit zelfs op zijn knietjes. Even kijken wat hij haalt hier. Hoppa! 4000! Hoppa! 4000! Let's go, man! Hoppa! Oh. Oh. Oh, net niet, bro? Het is zo moeilijk, man. Het kippenspelletje, dames en heren. Dat is heel verleidelijk. 2500 punten kan je winnen, maar dan moet je twee keer precies bij het groene komen. Dus ik ga deze ook wel even een keertje doen. Oké, okay, daar komt ie. Niet te hard en zo. Oké. Harder, 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 harder. Ai. Ik kom net niet bij het groene, maar ik heb wel 30 tickets. Hij is gefixt, dames en heren. En ik heb op dit moment al 400 tickets uitbetaald gekregen. Daar moet nog 700 bij opkomen. Maar, zoals ik al zei, we gaan hem gewoon nog een keertje doen. Want dit is nodig om dit te krijgen. Nou, easy. Dames en heren. En ik had 174 gehaald. En dit had ik nodig. Dus 174. Easy. Ik ben heel erg benieuwd wat nu de score wordt. 180. Oké, dat moet lukken. Ik had 180 nodig, dus ik heb alweer de jackpot van 505. Ik ben heel erg benieuwd wat nu de score wordt om te verbreken. 207. En ik had 198 gehaald net, dus ik moet wel echt even goed mijn best doen. Wil ik weer 500 credits krijgen. Dit kost ook heel erg lang om in te leveren. Maar goed, we hebben het ervoor over. We moeten die puntjes pakken. Je hebt de tickets net ingeleverd. Ja, je weet hoeveel? Ja? 1700. 1700? Ja. Wauw bro, lekker. Hoeveel heb jij? Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Dus lekker bro. Het ziet er groot uit, man. Goeie hè? Ik ga nu even rondkijken wat slim is om te pakken. Of ergens een bonusje op de bedoeling. We gaan het zien. Wat zijn we hier aan het doen, man? Hè? Kijken! Is dit jouw stekker, Wouter? Ja, dit wel, ja. Nice! Ja. Mooi stekkie, hoor. Dat is veel te hard.
veel te hard. Dat krijg je niet. Even kijken wat Bas aan het doen is. De Crazy Tower. Gaat hij goed? Kom op, kom op. Je moet nog 18 to go. 18, 17. Oh, let's go. Je zit in het ritme, bro. Kom op. Jackpot is 500. Oh, wat doe ik? Focus, bro. Focus. Nog 8, 6. Nee, oh. De hele tijd nog maar 1, hè. 3 keer achter elkaar moest ik nog maar 1 go. Oh, maar je hebt wel een dikke stack liggen, hoor. Ja, ik heb al wat aardige punten. Nice. Je moet dus 50 van die verdiepingen moet je maken om 500 tickets te krijgen. En hier heb je een leuke spiegel. Kijk dat geconcentreerde gezicht van Bas. Let's go, bro. Kom op. Oh, nog 2. Maar hoeveel tickets heb je nu? 72. Dat is wel netjes, hoor. Oké, ik ga deze wel eens proberen. En ik ga nu een spelletje doen. Deze is misschien niet het allerbeste voor de punten. Maar hij is wel heel erg leuk om te doen. Ja, dat is alleen als je de bonus haalt. En dat is super moeilijk. Water Fools heet dit. 1000 bonuspunten. Alleen je moet van die ringen, door middel van te drukken hierop, doe je zeg maar luchten instromen. En gaat die op die dingen met die ringen. Nou, een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Maar misschien snap je het wel. Oké, we moeten dus door middel van pompen, dat doe ik nu, moeten we die ringen erop krijgen. Ja hoor. Bas die heeft 490 punten, dus die krijgt 49 tickets. En ik heb 5, 6, 7, 140 punten. Dus dat zijn 74 tickets, denk ik dan. Hey, en een nieuwe highscore. Oh! Oh! Let's go, let's go! What? Nee, bro! Oh my god! Oh my god, wat gebeurt hier? Hoeveel tickets krijg ik? Oh! Tickets halen en dan daarna ga ik hier mijn 1000 tickets halen. Let's go! Kijk dan, ze hebben elkaar gevonden. Bas, Rutger en Thijs die zitten een race spelletje te doen. Let's go, mannen! Let's go! Hot Wheels! Ik ben benieuwd wie de meeste tickets hieruit krijgt. Want dit is best een duur spelletje. 3,5 ticket om deze te kunnen spelen. Ja! Nee, ik. Heb jij je op rol? Ja, ik ben 2. Ik ben blauw! Wie heeft de meeste tickets? Het is... Heb je Bas? 159! Lekker hoor! Dit is de eerste keer, dames en heren, dat ik een gedeelte van mijn tickets ga inleveren. Ik heb hier een flinke stapel. En ze komen dan ook snel erbij opgeteld. Hoppakee, let's go! Dames en heren, swipe 1075 tickets erbij. En aan deze kant 638 erbij. Boom, let's go. 1731. Kijk, die Rutger, die zit weer op zijn knietjes. Die probeert een bal in de witte melkkan te doen. Oh, hoeveel tickets heb je verdiend? Heel weinig. 10. Het duurt toch heel lang voordat die ballen terugkomen? Ja, klopt. Ja. Nou, probeer nog eens. Minstens 1 bal moet in die witte melkfles. Hoeveel ballen krijg je? 5. Als je alle 5 de ballen erin gooit, krijg je 1000 tickets, hè? Naar links of naar rechts? Oh, bijna. Oh, bijna. Ah, jammer, man. Even kijken hoeveel tickets je hebt verdiend. 10. Gefeliciteerd, man. Basket. Zal ik het één keer voordoen? Ja. Kijk, ik ga hem swipen. En als die basket ongeveer zo schuin staat, dan moet je drukken op die knop. Oh! Ik zei het, niet hoor. Normaal, bro. Weer 500 tickets heb je. Is dat 500 tickets? Nee, je hebt 50 hier. Nee, joh. Kijk, 50. Is dit 500? Ja. Nee, Slam Dunk is 500. Dat is die. Oh! Ik weet niet hoeveel ik nu heb. Ja, er komt wel aardig wat uit, maar... Hey, deze ga ik nog een keer doen. Deze is nice. Hey, goede tip, man, om hier te spelen. Oké, hetzelfde trucje weer, dames en heren. Schuin is druk.
Let's go! Boom! Heerlijk hoor. Weer 100 punten. Boom! Oh, dat is 100. Nice. Ik ga even een potje beerpong proberen. Ik ben heel erg benieuwd of ik hier wat punten mee kan halen. Hij is best duur namelijk. 3,5 credits. Hey! Zeggen. En weet je wat ik ga doen? Ik ga even om me heen kijken. Ik weet precies wat jij gaat doen. Bro. Dames en heren, misschien is dit een glitch in de game. We gaan het zien. 8 van de 10 geraakt. Best knap. Oh, 70 tickets. Oh. We moeten weten wat het allemaal is. Oké, die 70 tickets die ga ik van mijn eindscore halen, want dit is gewoon vals spelen. Maar ik was gewoon nieuwsgierig, oké? Okay? Ja, al doe je punt 1. Okay. Yeah. Echt? Yeah. Ik ook. Serieus? Yeah. What? Maar wij hebben de hele tijd... Wij hebben de hele tijd zombies Wauw, ze zijn allebei al door tickets heen, hè. Besef. Ja, hoeveel hebben jullie er? 10.000. Ik ga winnen, 100%. 10.000. Ik ga er even inleven. Let's go! Oké, dames en heren, we zijn een half uurtje verder. Ondertussen is de basketbalpro weer gefixt. Dus dat betekent dat ik 515 tickets kan winnen als ik meer dan 204 haal. En dat moet te doen zijn, want mijn topscore was 198. Dus we gaan deze weer doen. De eerste keer niet gehaald, maar ik ga nog wel een paar keer proberen. Score 216. Hoppakee. Kom maar met die tickets. Lekker hoor. Wouter, wat ben je aan het doen? Ik heb een nieuwe tactiek. En dat is? Nou, in plaats van dat ik erbij blijf staan. Nee, wacht even. Nu heb ik ook echt een goed plan. Hou dit vast. Oké? Oké. Kijk waar die helemaal heen gaat. Oh my god. Oké, ik ga hem erin doen, dames en heren. Daar gaat hij. Let's go. Let's go. Kijk dan hoe lang. Slikt. Wee! Helemaal naar het apparaat. Big wins! Wat gaat hier toch gebeuren, dames en heren? Ze willen de langste ticketrit ooit maken. Slangticket. Na de ticketstation. De langste ticketrit ooit. En ik denk dat het wel gaat lukken. Ik denk dat het ook wel gaat lukken, ja. Maar jij hebt dus echt geen tickets meer? Credits, ja. Die zijn allemaal op. Oh ja, geen credits meer. Ja, heb jij nog credits? Ook niet meer. Er staat nog één credit op. Maar jij bent echt zuinig en goed met je punten. Ja. Respect. Ik ben heel erg benieuwd. Rutger die heeft ook geen tickets meer. Ik ga straks even aan Wouter vragen. Maar hij is eerst even druk bezig dus met de langste ticketrit ooit. Wouter is echt slim. Heb zijn techniek hoor. Ja, alleen maar pianospel. Echt slim, hè? Ja, heel slim. Elke ziek. Druk is zeg maar een ticket. Ja, slim hoor. Ik ga die straks ook spelen. Ja, ik ben benieuwd. Ik zei, laat maar niet een zo weten. Wouter, sorry, man. Oké, daar gaat hij. Dames en heren, de langste ticketrit ooit. Kijk eens even hoeveel stappen we moeten doen om te komen bij Wouter. Dit is niet normaal. Kijk dan, het gaat maar door en door en door. Zelfs de trap op. En een tweede trap. En uiteindelijk, Wouter gaat er onderdoor. De langste rit ooit. Oh my god, Wouter. Oké, ik klik hier maar af. Helemaal vanaf hier. Ik ben benieuwd. Dit spelletje hebben ze dus de hele tijd gespeeld. En dat is best wel slim hoor. Want je hebt hier allemaal tickets liggen. Dus je ziet nu alleen maar 5, 10 of 20. Oh nee, daar zie je 250. Kijk, zie je 250. En als je deze allemaal hebt, zombie. Dan krijg je dus de jackpot. En dat is de mega bonus. En dat kan wel oplopen tot 1000 plus. Dit kost elke keer 2 credits om te spelen. Dus hier hebben ze heel veel punten aan besteed. Maar goed, ik ben benieuwd. Als het goed is gaan ze de ticket erin doen. Dus dat wordt hem. Ik ben echt benieuwd of dit gaat lukken. Ja, hij begint met lopen. De langste ticketrit ooit. Let's go. Laat
laten we eens even kijken waar Wouter al die punten toch eens vandaan heeft gehaald. Het schijnt dus zo te zijn dat elke tik die je geeft op de piano is een ticket. Dus ja, laten we kijken hoeveel keer we de piano kunnen slaan. Daar gaan we, hoe werkt dit? Wow, wat de eerste keer! En check dan! 92 tickets! Wat, ik sta vierde! Ik sta vierde! Weet je waar het altijd voor is? Een battle! Een battle! Let's go! Een piano battle! Wow, maar dit is een hele goede game. Ik heb hier dus de hele tijd gezeten en elke keer 100 dingen gekregen. Geweldig, gast. Ik heb letterlijk geen ander spel gespeeld. Eentje had ik gedaan, maar daar dacht ik vandaag. En deze kost 2,5 credits. Ja, dat is niet heel veel. Maar dit is jouw hele highscore dus. Ja, ik ben het hele board. Nou, laten we kijken of we Wouter van de troon kunnen stoten. Hij staat op de eerste plek met 214 keer de piano geslagen. Het maakt veel lawaai op dit. Niet normaal. We gaan niet zomaar spelen. Ik wil, als ik win, jouw tickets die hier uitkomen. En als jij wint, krijg jij mijn tickets. What? We gaan er ook voor inzetten. Ik heb maar één keer geoefend, maar is goed. Let's go. Klaar voor? Yep. Zet hem op. Jij bent de enige die dit kanon kan laten afgaan. Het menselijk kanon. 500 tickets kan je krijgen als je precies op dit dak landt. Ik ben heel erg benieuwd. Okay. Laat hem afgaan wanneer jij denkt dat het goed is. Boom! En daar vliegt hij. Oh, hij vliegt over de 500. Hij vliegt op de... gekeken waar ik hem deed. Oké. Okay. Nu ga ik hem, dit was oriënteren. Oké, okay, de eerste keer 10 tickets. De tweede keer, hoeveel credits heeft Wouter nog? 51! Ja, maar de piano is dus super lang. Wouter heeft nog 51 credits. Oké. Okay. Oh shit, de achtergrond is veranderd. No! Ik had een gebouw en ik wist hij zat precies daar. Oh man. Ik ben... Nou, kom op Wouter. Oh, 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 goede kans maken. Goede kans maken. Ertussen. Okay, ik ga weer naar de piano. Good luck. Oké, dames en heren, Wouter en ik zitten achter de piano. We kunnen allebei geen piano spelen, maar dit ziet er wel heel goed uit, kan ik jullie vertellen. En Wouter die gaat weer hard hoor. 60 tickets gepasseerd. Kom op Wouter, focus, focus. En weet je wat ik heel schattig vind? Wouter die doet zo rustig met die knoppen. En jij mapt zo hard. Ik map zo hard, dat is niet normaal. Kom op, meer dan die 100 tickets. Let's go Dodo. 95, 96, ja, let's go. Go! Oh, nice. Oké, Milan is er ook bij.
Mijn laatste laatst voor de wedstrijd, maar je gaat wel meedoen met uw oude spelletjes. Wordt super gezellig. Ik ga even meedoen, ja. Oké, okay, ik ga een potje doen, ja. Focus! Oké, okay, hoeveel had jij net, ja, Wouter? Ik had, was het 206. Scoren, 206. Ja, nee, waarom ramt hij zo hard? Waarom doet hij zo... Ja! Wat een lawaai! Nee! Ja, laat maar. Dit wordt hem al niet. Dit wordt hem al niet. En zo pakt de volle concentratie. Maar de concentratie was al vanaf het begin verneukt. Ik denk omdat ik nu kijk. Ja, zie? Derde keer. Drie keer scheepsrecht, stop er maar mee. Nee. En de tijdbalk zie je daar links. Nou, dit gaat het niet worden. Nee, en die tijd is bijna op. Ik zal je een trucje leren. Ik zal je een trucje leren. Ja, nou, ja. Vertel. Als je echt goed wil zijn, ram niet zo. Ja, dat gaat wel beter als ik zachter doe, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, voor iedereen is het beter. Voor iedereen is het beter. Wat is de tip? De tip als je echt snel punten wil verdienen, het gaat om tijd. Tijd is kostbaar. Dus kan je beter twee tegelijk spelen. Kan jij dat? Nee, je lult. Twee tegelijk? Dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb geen idee. Ik ga het ook proberen. Let's go, bro. Oké. Maar dan heb ik een beter idee. Want in plaats van twee, gaan we voor de helft spelen. Die heb ik jou dan. Nou, allebei één. Allebei. Oh, twee. Ja, dat is wel leuk. Ja? Dat is wel leuk. Twee, dat is goed. Ja, dat is leuk. Oké, tegelijk. Ja, bro. Het werkt gewoon. Oh mijn god, dit werkt. Oh, kut. Nee. Nog 72 tickets. Oeh! Kom aan mijn einde.
succes na dit potje. Ticketstation en Wouter die gaat zijn laatste tickets inleveren. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel tickets Wouter heeft. Want wat het vette is aan wat Wouter heeft gedaan. Alles, maar dan ook echt alles wat Wouter heeft gehaald is op de piano. Alles, gewoon zijn complete 50 euro aan credits. Piano, piano, piano. En bijna 2 uur in totaal heb jij op de piano gezeten. Ik heb echt last van mijn arm. Ik ben echt benieuwd hoeveel je in totaal hebt gescoord. Voordat we naar de score gaan, gaan we eerst nog even... Wow, yo! Gaan we eerst nog even genieten van de air hockey. Rutger tegen Bas. Oh! Ja! Ja! Zit erin. Oh! 7-4 voor Rutger. Kan hij het nog goed maken? Oh! 7-5! Oh! Oh, 9-5. 9-6. 9-7. Wat gebeurt hier? 10-7. Oh, 10-8. Wat gebeurt hier? Wow, 11-8. Ik heb nog nooit zoveel goals gezien. 11-9. Dit is echt niet normaal. Oh! Dit is echt bizar. Ik heb nog nooit zo'n hoge score gezien bij Elf. Oh! 13-9! 13-9 voor Rutger. Klaar, over. Wauw, Rutger. Oi, 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 oi. Damn. Wat er nu gebeurt hier, dames en heren, ongelooflijk. Ze zijn aan het dubbelen. Oh! Kom je vinger ertussen? Ja, ik was omhoog. Ze zijn met 2 van die discs zijn ze aan het airhockeyen. Thijs en Wouter tegen Rutger en Milan. Het staat op dit moment 6-3. Oh, 7-4. Dit is zo'n chaos met 2 van die dingen. Oh my god, wat een chaos. Kijk, kijk, hij zo. Ik zag een handje, Rutger. Ja, goed zo. Hé! Hey. 8-7. Ja, hou. Hoe staat het? 8-8? Oh, de winnende, de winnende! De winnende! Oh! Oh, ja, de winnende is geweest. Hij telt niet, hij was al voorbij, jullie hebben gewonnen. Hoi, dames en heren, daar staan we dan. We zijn zeker 2 uur verder. En het is heel erg leuk, want Wouter heeft dus alles gedaan op de piano. Thijs die heeft heel veel punten gepakt op de zombies. Ja. Rutger die probeerde precies dezelfde strategie als Thijs aan te houden. Ik weet niet of dat gelukt is. Bas, wat heb jij eigenlijk gedaan? Ja, ik ben gewoon alles wat geprobeerd. En ik heb zelf heel erg veel basketbalspelletje gespeeld waar ik veel high scores heb gepakt. Dus ik ben ontzettend benieuwd wie de hoogste score heeft. We gaan als eerste even checken. Thijs. Hoeveel punten heeft Thijs, dames en heren? 1934. Ja, ik weet niet waar ik van moet vinden, want we moeten de rest nog kijken. 1934. Ben ik semi tevreden mee. Ja? Goed gespeeld, bro. Trots op je. Jij ook. Een applaus voor Thijs. Yes! Oké, Rutger. Maar Thijs en ik gingen heel lang gelijk op. Ja, we hebben ook een superleuke middag gehad. Ja, we hebben gewoon heel veel samen gespeeld. Ja. Bro, echt een verhaal. Ja, super, ja. Man, sick, man. Ja, Rutger, je tickets. Oh, ja. Daar gaat hij. 1438. Mooi. Applaus voor Rutger. Hey. Ja, mooi gedaan, Rutger. Mooi gedaan. Dan gaan we nu kijken naar Bas, dames en heren. Hoe heeft hij het gedaan met de 50 euro? Ik ben benieuwd nu. Verrassende 1687. Netjes, netjes. En dan, Wouter. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt gedaan op de piano. Hier ben ik gouden handjes. Ja. Daar gaat hij, dames en heren.
865. Let's go. Op de piano. Echt sick. Is echt sick. Wow. Oké, dames en heren. Dit betekent dat alleen ik mijn pas nog moet scannen. Zoals het er nu naar uitziet, staat Rutger op de laatste plek met 1438. Daarna Bas met 1687. Daarna Thijs met 1934. Dan heeft Wouter een bizarre score van 3865. Maar dan, met mijn pas, de allerlaatste. Dan gaan we de punten kijken. Ik heb meerdere jackpots gehaald. En het eindresultaat is... Jackpot. De eerste drie rondes die ik deed was alle drie al jackpot. 1170, 505, 505, 510. Dat is bizar, dat is echt niet normaal. Waar heb je gewonnen? Ik heb gespeeld hoor. Ja, wat heb je gewonnen? Luister naar. Ik heb gespeeld hoor. Maar wat heb je gewonnen? Luister naar. Je had een prijs, maar die krijg je zelf. Zeker, en de prijs, dames en heren, is al jullie pasjes. Je ziet hier boven mij de totale score van alle tickets bij elkaar en dit is mijn prijs, dames en heren. Rutger, wat heb je gedaan? Want bij elke pas van 50 euro krijg je een sleutel hangen. Ja. Je hebt ze allemaal gedoneerd gekregen. Ja, niemand wou hem hebben. Oh. Dus ik dacht, ja. Dan heb jij ze allemaal verzameld? Allemaal, ja. Ja, wel leuk die knuffeltjes. Ja, toch. Kom eens thuis, even samen met de knuffel. Nee, ik wil graag niet op beeld. Grapje. Ja, mooi man. Gezellig jongens, in Utrecht. Hey, op Gamestay man. Nice man. Waarom is dit gewoon alle kleuren die ik ook heb? Ja, wil je hem hebben? Mag je eigenlijk wel man. Je mag hem hebben, maar als je wil hebben is het voor jou. Ja? Hij is voor jou. Wat hebben we weer een lol gehad, dames en heren. Echt ongelooflijk. Maar aan elk feestje komt uiteindelijk een eind. Dus Rutger, rustig aan. Ja, bedankt. Dat was gezellig. Ik vond het heel leuk. Tot volgende. Tot volgende. Rustig aan, bro. Tot volgende. Ja, wij gaan met z'n drieën weer naar huis. Echt nice. Dus parkeerkaartje betaald. En let's go home. Mooi moment net. Ik had het al gezegd. Voordat we naar de gamehall gingen. Maar ik heb net 10 euro ingeleverd. En ik heb mijn allereerste vape ooit in mijn handen. Ik had namelijk nog nooit volgens mij eerder een vape in mijn handen gehad. Dus hier hebben we de Tornado iets. En die kan je dus opladen met een USB. Aan de onderkant. Kijk dan. Wat de heck. Een USB-C kan je gewoon een vape opladen. Goed. Een microfoon van vroeger. Ja, ja, ja. Doe de rest toch. Oké, moet je wel stoppen, hè? Ja, ja, ja. Moet je wel stoppen, hè? Ja. Beloof je het? Ja. Ja, mag je filmen of niet? Ja. Oké, ik heb de eerste vape binnen, dames en heren. De eerste vape. Deze gaat de prullenbak in. Lekker bezig. Hey, sir, wat doe je voor lift? Ik schrok echt. Ik schrok. Wat ben jij aan de ogen? Het is groen, het is groen. Schrok hij, echt. Hij schrok zo hard. Hij is op mijn hoofd. Het was weer gezellig in Utrecht, dames en heren. We hebben dus nog even lekker broodje gehaald. En ja, dit was gewoon gezellig. Dit was echt nice. Het was een spontaan last moment ideetje. Ik had eigenlijk alleen met Thijs en Noël afgesproken. Maar Noël die kon helaas niet. En ja, uiteindelijk heb ik een paar mensen bij elkaar geraapt. En zijn we lekker gaan chillen. Dus dat was echt super nice. Zo, dit is wel apart. We lopen hier nu in de achtertuin. En alles is nat. Het heeft hier blijkbaar keihard geregend. Ja, nu schijnt de zon weer. Dus het kan zijn dat we ergens straks een regenboog is. Of misschien is hij al geweest. Maar in het centrum van Utrecht niks aan de hand. Maar hier heeft het blijkbaar keihard geregend. Nou goed, waar we precies op het juiste moment op de juiste plek. Dames en heren, laten we even duiken in de vlog die ik laatst heb opgenomen, waarin ik het volgende heb gezegd. Wat nou als de kijkers jou kunnen helpen? Dus, ja, wat ik wil doen is het volgende. En dit is iets wat in één keer in me opkomt. Wat nou als we afspreken met de kijkers, als deze video, deze vlog, 30.000 likes haalt, koop ik voor jou een nieuwe auto. Als we dan nu naar de vlog gaan en gaan kijken naar het aantal likes, dan zien we dat er 45.000 likes op de video zijn. Misschien op de dag van vandaag dat je dit ziet, misschien al meer dan 50.000 likes. Bro, hoe ziek. Dat betekent dat we dus een nieuwe auto voor Bas gaan uitzoeken. En het idee wat ik heb geopperd eerder deze video, hebben we het nog later eventjes over gehad vandaag. En Bas die zei, dat is een geniaal plan. Dus laten we even kijken naar de reacties hier. Er is hier een reactie van Niels.
die is heel erg gul. Die zegt namelijk, gun Bas die Range Rover maar. Hij heeft het verdiend. Als je kijkt hoe lief en leuk hij is en hoe vaak hij de vlog toch altijd beter maakt als hij erin zit. En gekke dingen doet, net als domme mopjes en zo, dat is leuk. Het is hem hard gegund, dikke, vette peace. Super lieve reactie. Maar we gaan toch even iets anders kijken dan een Range Rover. Je Boyn die zegt 30.000 is gehaald. Wat een geweldige community is dit. Met z'n allen hebben we Bas een nieuwe auto geregeld. En het verbaast me niet als de 60.000 likes ook mogelijk is. Misschien bij 60.000 likes een iets vettere auto. Oké, deal. Nee, maar inderdaad. Echt een insane community, bro. Dat is niet normaal. Het is echt niet normaal. Laten we even kijken of mensen al wat auto's hebben achtergelaten. Die we eventueel kunnen bekijken. Zoals Just Jeff, die zegt een Toyota Hilux is wel de beste keus voor Bas. Onverwoestbaar. Mag kan boten trekken. Dus dat is sowieso een must-have voor Bas. Super ruim en vergelijkbaar met de Ram, alleen dan betaalbare variant. Bro, nu ben ik benieuwd, bro. Ik ook. Je kent die auto niet. Nee, maar kijk, ik rijd natuurlijk heel vaak in die Ram van mijn pa. Ja. Alleen een betaalbare variant in vergelijking met die Ram, dan moet het dus een pick-up zijn. Het moet een pick-up truck of zo zijn. Oeh, damn, bro. Betaalbaar. Hey, wat is dit? Wat is dit? 30.350 euro? Maar misschien bedoelt hij geen nieuwe, hè? Dat zou kunnen. Dat het een tweedehands. Damn, bro. Oké. Zullen we gewoon even kijken op een paar sites? Ja, tweedehands vanaf 3200 euro. Oké. Occasion vanaf 3200 euro. Toonaanbod. Oh, wacht. Oh, eens even. Sterke punten van deze auto is goedkope basisversie. Betrouwbare technologie. Geschikt voor uitdagend terrein. Heb je gekke wilde plannen met deze auto? Of? Bro, dat terrein waar we net... Als we met de Volvo erop kunnen en de bestuurbare auto moeten ook met de... Dat is waar. Als we op dit stuk terrein nog een keer willen rijden... dan hebben we deze auto nodig. En blijkbaar kan dat ook. Ik moet nog naar huis. Weet je wat me geniaal lijkt? Nou? Als ik de nieuwe auto heb, dan moeten we die Volvo gaan afraggen. Op zo'n terrein gaan we daar zieke dingen mee doen. Ja, Bas die heeft wel gezegd dat hij gewoon niemand ooit gaat vinden voor die Volvo. Nee. Dus misschien, aangezien die al bijna klaar is voor de sloop, kunnen we daar wel iets leuks mee doen. Ja, je kan deze auto die ik nu heb niet meer verkopen. Dat is onmogelijk. Dus... en het is ook niet aangeraden om hem te kopen. Nee, dus... ik zou dat niemand... we hebben sowieso geen goede reclame gemaakt. Waar is in één keer de camera? Je hoort ons nog wel. Ik weet niet of jullie dit ook horen trouwens. Yeah! En daar zijn we weer, dames en heren. Individuele configuraties mogelijk. Ja, dat was een woord om over te struikelen, maar het is me gelukt. Robuuste en krachtige motoren is dus om die boot te trekken. Inderdaad, dat is chill. Zwakke punten. Eenvoudig ontwerp, maar dat vind ik niet. Nee, ik vind dat ook niet, bro. Als ik zo die auto kijk, hoezo eenvoudig ontwerp? Ja, wat, hè? Zeer grote draaicirkel. Oké. We hebben alle pick-ups. Geloof mij, dat is niet normaal. Ja, hè? Met die rem heb ik gewoon bijna 10 meter nodig om überhaupt te kunnen. Oké. Nauwelijks geschikt voor stadsverkeer. Ja, dat is logisch. Maar dit zijn eigenlijk 3 punten die je al wist. Ja, dat is ook met die rem zo. Maar het rijdt alsnog fantastisch. Dus... Oké, laten we even kijken naar het aanbod, dames en heren. En laten we even kijken op prijs oplopend. Dan hebben we in ieder geval eerst de goedkoopste. En dit is een 4800 euro auto. Met 202.000 kilometer. Even een vraag. Handgeschakeld of automatisch? Ja, automaat. Hè, want dan gaan we deze meteen wegdoen. Dan doen we even een filter op... Trekhaak. Oh ja, heel die goed. Heb je sowieso nodig. Trekhaak. Oh, ik las automatisch. Bro, kijk dan. Let op. 4800, 5600. Trekhaak erbij. Boom. Verkocht. Eerstvolgende 14.000. Oh, hoe kan dat zo duur zijn? Goed. Oké. En dan 14.000 euro. En dan 380.000 kilometer. En dan handgeschakeld. Bro, handgeschakeld, 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 handgeschakeld. Bro, dit is alleen betaalbare automaat 30.000. Nou, dat is ik ben de lul. Ik ben de lul. Wat? Hey, doe dan toch maar die Range Rover. Die is dan nog goedkoper. Oké, laten we even kijken op een andere site, man. Dus geen betaalbare auto, bro. Hoeveel gewicht moet hij eigenlijk trekken? Weet je dat? Minimaal 1700 kilo. Hij moet dus minimaal 1700 kilo kunnen trekken. 1750, minimaal. Ja, dat okay. Is wel genoeg eigenlijk ook. Trekhaak dus? Ja. En wat nog meer? Waar staat automaat? Stuurbekrachtiging ook wel nice, toch? Dat is op zich wel chill. Ja, is op zich ook wel chill. Massagestoelen. Hij staat niet eens. Jawel, die zag ik staan. Waar dan?
Even kijken. Bro, ik heb nog tot nu toe in nog maar één auto gereden met massagestoelen en dat is de Lambo. Ja? Dat is helemaal niet heel populair, hoor. Ik dacht dat ik dat net zag staan. Oh, Lenasys, dat is ook chill, bro. Ja, maar zullen we heel even kijken, hoor, wat? Hier, waarom staat er nergens automaat? Dat is toch het eerste wat je... Ja, misschien kijken we eroverheen. We doen wel gewoon even vinden en dan doen we hier op... van laag naar hoog. De goedkoopste is 40.000. We gaan even naar een andere website. Maar alle websites, bro. Hier zie ik een automaat, maar die is 36.000 euro. Nee, we gaan gewoon hele andere auto's zoeken, bro. Ja, dit is bro. Niet. Oh, en de camera valt weer uit. Bro, ik heb hem gevonden. Gekke ananas zegt, een multipla voor Bas is perfect. Multipla auto. Tweedehands. Shout-out naar iedereen die zo'n auto rijdt, maar ik zou er nooit in kunnen. Bro! Hey, wow, bro! Deze was... Ze hebben een boot hierachter. Kan deze ook varen? Normaal, bro. Ja, dat hij die wielen intrekt en ja. Dat hij vaart. Wow, dit doet me een beetje denken aan Mr. Bean, man, die auto. Echt, hè? Oké, laten we even kijken. Bro, er zijn maar twee automaat. Nee, handgeschakeld ook nog. Hoe? Nul? Nul. Nul automatische multi... Nou, jammer man. Ben je wel blij mee, denk ik? Dan gaan we schakelen. Zo koulo lelijk deze auto's. Dit is echt een van de lelijkste auto's die ik ooit heb gezien. Ik bedoel, check dan, bro. Welke designer heeft dit ooit bedacht, ouwe? Oh my god. Twee van die lampen, dit is echt... Dit is ja. Zo bizar. Laten we nog even één auto checken. En de bedoeling dan van deze vlog is ook dat jullie allemaal even achterlaten een auto die geschikt is voor Bas. Ja. En dan kunnen we eventjes verder kijken. En dan ga ik gewoon eentje uitkiezen zonder dat Bas het weet. Neem ik jou mee. En dan heb jij geen idee welke auto jij gaat testritten. Ja, en dan, let's go. Enzo had voor Thijs ook een keer een auto gekocht. Verwacht er niet te veel van. Kan het altijd meevallen. Dat was ook zo mooi. Ik had tegen Thijs verteld. Ik krijg een nieuwe auto van Enzo. Hij zegt, ik weet een hele goede auto, man. Peugeot 205 uit 1985. In het wit, zeg je. Zo, hij was er zo klaar mee. Oei. Ik kijk naar Fiat. Let's go, bro. Let's go. Ja, man. Let's go, bro. Let's go. Met Zwijlam, bro. Met Zwijlam. Deze is fantastisch. Oei, joh, met Zwijlam. Deze is echt fantastisch, bro. Oh my god. Hier, trekhaak. Oei, joh. What the fuck? Hoe kunnen ze dit verkopen zo? Mag je dat gewoon aanzetten? Bro, dit is echt geniaal. En het is automatisch, hè? Kijk dan, wat een ruimte, bro. Voor je bootspullen en zo. Maar eerlijk, is dit een auto voor jou of niet? Ja, je kan er weinig mensen in kwijt. Dat is tegen oh, hoezo? Kijk, ja. Zet er gewoon wat kampeerstoeltjes neer. Ja, bro, rij je met mij mee? Hey, ik breng jullie wel naar Schiphol met mijn auto, man. Oh, joh. Oh, dit is wel geniaal. Ja, bro, we moeten echt serieus... Nee, we moeten echt serieus kijken. Wij met een Fiat 500 een boot gaan. Pick-up, truck, tweedehands en dan automaat. Bro, jij moet een pick-up truck hebben, man. Ja. Let's waarom go. Waarom wil jij mij de hele tijd in busjes zetten, Brian? Jij wil me niet goed zien, hè? Ik wil Bas in een bus zetten, bro. We zetten Bas in een bus. Bro, dan moet weer de hele vriendengroep in die achterbak. Je legt gewoon een matras en iedereen kan er liggen. Nee, maar dat is wel geen... Bro, we hebben toch die bureaustoelen nog van je oude huis. Zetten we die daar allemaal weer? Ja. We hebben dat getest. Maar kijk dan, dit ziet er wel netjes uit, ja, hoor. CarPlay, alle... Kijk dan, op, ja, dikke knop. Ja, bro. Bro, dit is wel badass, hoor, bro. Dit is wel... Bro, hey, hier zet ik jou goed mee, hoor. Oh my god. Fuck, bro. Bro. Dit is niet normaal, deze auto. Kijk die wiel achterop. Oh, yo, bro. Test 23. Hier, Apple CarPlay, man. Wat is er? Boy, joh, damn. Auto, joh. Dit is wel kijk, dik, banden, hoor. Bro. Hoeveel inch is dat wel niet? 265.000. Ook nul versnellingen weer, hè? Maar even kijken. Hoeveel... Wow, dat is echt gunstig, bro. Wat? LPG. Ja, dat is gas, hè? Ja, dat is heel goedkoop. Even kijken. Hoeveel pk heeft die? Hier, 320, bro. Oh, joh.
320, soundsysteem pionier, Apple CarPlay, Android Auto, dark rack, automaat gemaakt systeem voor server wheel. Luxueus rijden. Heeft meerdere trips makkelijk doorstaan. Hij heeft nieuwe velgen erbij. Luxueus rijden plus mogelijkheid als sterke werkauto. Let's go. Dames en heren, we hebben zoveel gelachen. Dit is echt fantastisch. Hopelijk gaan jullie hier heel erg van genieten. Wij in ieder geval wel. We hebben nu al op internet kijken de meeste lol, jongen. Holy shit. En het betekent helemaal niet dat deze Chevrolet Avalanche 2007 per se 15.000 euro koopt, hè? Want er is een bot van 9.000 en een bot van 10.000. Misschien met 11 of 12 kom je er ook wel. Maar goed, we gaan in ieder geval 10 testritten maken. En uit die 10 testritten komt er één auto uit. Wat dat gaat worden, gaan jullie achterkomen en Bas ook. Ja. Goed, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!